Dames en heren, tot 11:15 vanmorgen leek het alles erop dat het gewoon een alledaagse maandag zou worden. En dus ook een reguliere uitzending. Maar dan, iets voor 11, komt het nieuws binnen bij de redactie. Dan zijn we vanaf toen met z'n allen aan de slag gegaan om een uitzending te maken die volledig in het teken staat van de schietpartij in Utrecht. Een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Om 11:15 vanochtend wordt bekend dat er geschoten is in een tram in Utrecht. De tram staat op het 24 Oktoberplein, een druk kruispunt in de Domstad. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. We hebben de berichten niet binnen gekregen en we hebben het coalitieoverleg onderbroken. Ik ben nu terug op weg naar kantoor om me verder op de hoogte te stellen. Niet veel later komen de eerste details naar buiten. Rond een uur of 11:15 hebben we een melding gehad dat er geschoten zou zijn in of bij de tram. Toen we hier aankwamen, toen troffen we inderdaad meerdere slachtoffers aan en was er geschoten. We hebben direct de heleboel afgezet en we zijn hulp gaan verlenen aan slachtoffers. En er is een groot onderzoek gestart naar degene die dit heeft gedaan. Op de Trumanlaan, niet ver van de plek van het schietincident, is een grootschalige politieactie gaande. Even later is er ook een groot politieteam aanwezig op de Tichelaarslaan. Waarom ze daar zijn, dat wordt niet bekendgemaakt. Om 11:45 geeft de politie een foto van de dader vrij. Het gaat om de 37-jarige Gökmen Tanis. Een kwartier later heeft de minister-president meer duidelijkheid. Dames en heren, ons land is vandaag opgeschrikt door een aanslag in Utrecht. Een daad met terroristisch motief wordt niet uitgesloten. We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk te pakken. Om 16:30 maakt burgemeester Van Zanen van Utrecht bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Tot nu toe zijn daarbij 3 slachtoffers, dodelijke slachtoffers, te betreuren. 9 personen tot nu toe zijn gewond. 3 daarvan zijn er ernstig aan toe. De politie, de burgemeester en het Openbaar Ministerie brengen om 6:00 het laatste nieuws. Inderdaad, zojuist krijg ik door van mijn collega dat we inmiddels de verdachte die we zochten, die hebben we inmiddels aangehouden. Ja, dat laatste nieuws dat bereikte ons vlak voordat wij op zender gingen. En dus schakelen we nu over naar onze collega's van het RTL Nieuws. Daar zit Pepijn Kroonen voor het laatste nieuws. Pepijn. Ja, dat klopt. We horen inderdaad zojuist, eigenlijk aan het eind van die persconferentie, dat er een verdachte is aangehouden. We gaan erover verder praten met Jeroen Wetsels. Die staat op die Trumanlaan in Utrecht. Daar is al de halve dag een huiszoeking en een politieinval bezig. Jeroen, we horen dus zojuist, ja, er is een verdachte aangehouden. Wat weten we over die persoon? Nou, over die verdachte weten we dat het een 37-jarige man is die geboren is in Turkije. Maar over de aanhouding, ik denk dat je dat bedoelt, daar weten we nog heel weinig over. Dat kwam op het einde van die persconferentie echt als een verrassing ook voor de politiechef, de hoofdofficier van justitie en de burgemeester van Utrecht. Die de persconferentie gaven, die daar achter de tafel zaten. En ineens kwam daar het bericht, ja, er is een verdachte aangehouden. Over de aanhouding, waar die is gebeurd, hoe dat is gegaan, weten we dus weinig details. We staan hier zelf al de hele middag te posten bij een appartementencomplex in Kanaleiland, de wijk Kanaleiland in Utrecht. Mogelijk dat die aanhouding daar is geweest, hoewel wij verder niks hebben gehoord wat daarop duidt. Geen knallen, geen geschreeuw, helemaal niks. We blijven in ieder geval posten om in de gaten te houden of hij hier naar buiten komt op deze plek. Maar zeker is dat absoluut niet. Duidelijk, Jeroen Wetsels, dankjewel. We weten ook uit die persconferentie die we eerder hoorden van de driehoek, het OM, de politie en de burgemeester, dat het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht nog op 5 blijft. Dat betekent dat iedereen nog alert moet zijn. Maar dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer wel weer gaat rijden. En dat het over het motief van de dader weinig bekend is. Eerder vandaag werd ook niet uitgesloten dat het niet om terreur zou gaan, maar misschien om iets in de huiselijke sfeer. Dat hebben we gehoord in de persconferentie. Er komt nog een persconferentie aan van premier Rutte namelijk. Die wordt rond 7:00 verwacht. En dan zullen we jullie ook weer op de hoogte houden hier in RTL Boulevard. Dankjewel Pepijn. Als er nog brekend nieuws is, dan horen we jou graag. John, ik begin even bij jou. Jij was vanochtend, je had onze redactie aan de lijn en jij zei onmiddellijk, nu naar Utrecht, nu naar Utrecht. Ja, uiteraard. Op het moment dat je zoiets hoort en je hoort dat er meerdere slachtoffers zijn gevallen, dat er groot alarm wordt geslagen, ja, dan kun je wel aan je klompen aanvoelen dat er iets ernstigs aan de hand is en dat het ook journalistieke belangstellingen rechtvaardigt. En ja, dat bleek ook wel. Je weet op dat moment natuurlijk niet precies wat er aan de hand is. En dat al vrij snel van het ergste scenario wordt uitgegaan, lijkt me ook wel duidelijk. Op het moment dat daar iemand in een volle tram gaat schieten en volgens de eerste getuigenverklaring ook nog iets zou hebben geroepen als Ali Allah Akbar. Ja, dan ga je daarvan uit. En
Dan is ook het protocol dat zo snel mogelijk meer en beter bewapende politiemensen die kant op gaan om assistentie te verlenen. Peter, er zijn eigenlijk twee vragen die iedereen de hele dag heeft. Zijn het nou één of meerdere verdachten? En is het nou terrorisme of niet? Ja, wat zegt jouw gevoel? Dat zijn natuurlijk belangrijke vragen. Ja. We weten natuurlijk inmiddels wel uit ervaring dat terroristen in vele gedaanten en manieren opereren. He, kijk ook naar Nieuw-Zeeland. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik vanmorgen hiervan hoorde en ook het nieuws volgde, dat mij in eerste instantie een gevoel bekroop van, is dit wel een terroristische aanslag? Nou, is het woord aanslag misschien ook een beetje arbitrair, maar in eerste instantie heb ik bij het begrip aanslag toch iets meer het gevoel van iets wat goed georganiseerd is en waarbij de dader probeert zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dat is meestal toch de manier waarop men opereert. En dan, ja, zo'n verhaal in de tram, ik vond dat niet helemaal overeenkomen. En later op de dag kwam daar natuurlijk ook wel het verhaal bij dat het om een man gaat die bekend is bij politie en justitie, die zeer onlangs nog voor de rechter heeft gestaan en dat er mogelijk een ander motief een rol speelt. Maar snap jij dat de politie wel denkt, oké, we gaan gewoon alles opschalen, dit benaderen we als een terroristische aanslag? Ja, waarvan we nog trouwens nog niet weten of het dat niet zo is, hè? Nou, daar heb ik wel alle begrip voor. Kijk, achteraf kun je natuurlijk altijd heel makkelijk zeggen dit te veel of dat te weinig. Maar op het moment zelf moet je natuurlijk handelen en kun je geen risico nemen. Stel dat je dat wel een beetje afwachtend of passief had benaderd en het was mis geweest, dan was natuurlijk heel Nederland ook te klein geweest van waarom hebben ze niet sneller geopereerd. Maar hoe denk je komt de politie bij om dit meteen terreur te noemen? Ik bedoel, het is niet bij elke schietpartij gebruikt om dan te zeggen, dit is een terrorisme-dreiging. Nou, nee. Er is gezegd, het is een aanslag, maar bij een terreurachtergrond niet wordt uitgesloten. En zo moet het ook zijn, denk ik. Je moet je voorstellen, je komt daar op een plek waar een enorme chaos heerst, waar meerdere slachtoffers dood en gewond zijn, waarbij een dader op de vlucht is, waar mogelijk meer daders zijn, volstrekt versnipperde informatie. Dan moet je uitgaan van de ergste scenario's. En dan kun je naderhand altijd afschalen. Maar dan kun je niet anders dan antiterreureenheden daar naartoe sturen en zoveel mogelijk voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. Nou ja, de eerste uren vandaag had het wel echt de overhand. Het is een terroristische aanslag. En pas halverwege de middag zag je wel een beetje een kentering. En dat ook verslaggevers ter plaatse en politici een beetje een slag om de arm hielden en rekening houden met een ander scenario. Maar dat had ook te maken met de meldingen die binnenkwamen, ja, toch? Dat is het punt. Kijk, er gebeurde daar natuurlijk van alles. En wat is dan de praktijk? Dat mensen met hun mobiele telefoon natuurlijk en masse de politie bellen. Ja. En de een staat daar, de ander staat daar. Ze noemen allemaal net even een andere straathoek of een straatnaam, waardoor de politie de indruk ook kreeg, nou, het is daar een wild west. Er is daar heel veel aan de hand. En dan vat het idee natuurlijk makkelijker post van er is een sprake van een terreuraanslag. Twee dingen die nu binnenkomen is dat de dader is aangehouden. Waarschijnlijk, tenminste dat meldt één vandaag bij Oude Noord, dus een straat in Utrecht, ongeveer zo'n 3 kilometer van het 24 oktoberplein. En zojuist ook bekendgemaakt dat het dreigingsniveau in Utrecht inmiddels is teruggeschaald naar 4 in plaats van 5 wat het de afgelopen uren was. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat die dader vandaag nog is aangehouden. Iedereen slaakt een zucht van opluchting. En dat zorgt er ook voor dat we waarschijnlijk veel sneller duidelijkheid zullen hebben over die vraag, is het nou een terreuraanslag of heeft het een andere achtergrond, misschien meer een familiedrama-achtig iets. Renske, we praten zo meteen ook uitgebreid met jou. Wat zegt jou dat het dreigingsniveau direct nu terug is naar 4? Nou, je weet nooit precies wat de afwegingen daarvoor zijn. Maar er is gedurende de dag, zoals Peter ook al zei, best veel gesproken over het vraagstuk of er nou één of meerdere daders zouden zijn. In mijn beleving lijkt het er dan dus op dat er nu reden is geweest om dat dreigingsniveau weer naar beneden te brengen. Dat de dreiging dus ook daadwerkelijk minder is. Ik hoop dan maar dat dit ook de enige dader was. Dat lijkt me. Tot slot nog even in dit gedeelte. We moeten even naar de break, maar we komen zo bij u terug. Uitgebreid nog verder over dit onderwerp natuurlijk. Maar wat zegt jouw gevoel als je dan dat die onduidelijkheid ook de hele dag ziet? Iedereen, zoals jij ook zegt inderdaad, Peter, de politici houden een slag om de arm. De ene persconferentie is zo mogelijk onduidelijker dan de andere. Nou ja, ik heb uitgelegd hoe moeilijk het is om in die beginfase waarin die chaos heerst, om dan alle informatie goed op een rijtje te krijgen. Dus ik begrijp dat dan de informatieverstrekking aan de pers ook moeizaam gaat misschien. Maar het heeft me wel verbaasd dat er bijvoorbeeld over het aantal gewonden en zo, dat daar verschillen in zaten. Eerst 9 gewonden, vervolgens 5 gewonden.
Ook over de locaties, et cetera. Ja. Dat is niet heel gestroomlijnd gegaan, moet ik zeggen. Gaan we zo verder. Dank voor dit moment.